De verkeerslichten op het kruispunt van de Gemenelandsweg en de Sonnebloemstraat zijn al langer dan 7 weken uitgevallen door een technische storing. De verkeerslichten dateren van 1976. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, geeft aan dat een van de karten die de aansturing doet is doorgebrand. De verkeerslichten op het kruispunt Gemenelandsweg Sonnebloemstraat zijn al enige tijd geleden uitgevallen. Dat is nu ongeveer 6 tot 8 weken geleden dat is uitgevallen. De verkeerslichten dateren van 1976, dat zijn hele oude verkeerslichten. We hebben momenteel een hardnekkig probleem waarbij een van de kaarten die de aansturing doet is doorgebrand. En het is ons tot nu toe niet gelukt om het systeem te repareren. We zijn er continu mee bezig geweest en nu nog steeds bezig om een oplossing te zoeken. En we hopen op korte termijn daar een oplossing voor te vinden. We zijn er momenteel mee bezig. We hebben een ander traject uitgezet om een ander systeem te bouwen, lokaal, door een ervaren specialist. Dat traject is nu ingezet en tegelijkertijd kijken wij nog wat wij kunnen doen met het huidige systeem om het nog aan de praat te krijgen. We hopen in elk geval om binnen niet al te lange termijn een oplossing te hebben voor het probleem. De bedoeling is dat het totale systeem, de lichten, de lichtbakken en de apparatuur vervangen wordt. En als wij daartoe overgaan, zal er een andere configuratie komen waarbij de verkeerslichten op een andere manier geplaatst zullen worden. We hebben in het veld nog een aantal hele oude verkeerslichten. Als we kijken naar de Domineestraat, de Verre Derbystraat en het Molenpad, dat is ook een heel oud systeem. Er zijn een aantal systemen die storingen vertonen en die systemen moeten allemaal vervangen worden. En we zijn nu bezig met de voorbereiding in elk geval om over te gaan tot vervanging integraal. We willen in elk geval de weggebruikers vragen, de medewerking in elk geval en het stukje verkeersfatsoen. Dat indien zij het kruispunt Gemenelandsweg Sonnebloemstraat naderen, om daar natuurlijk voorrang te verlenen. Er is een voorrangssituatie die wordt aangeduid door de verkeersborden te plaatsen. Maar we vragen ook natuurlijk een stukje verkeersfatsoen om uw medeweggebruiker ook de gelegenheid te bieden om het kruispunt op een veilige wijze te passeren.